Ja, dit najaar, als het goed is, opent Theehuis De Uitdaging haar deuren. In het park De Tuin van Noord is dan een kleinschalig en bijzonder ontmoetingspunt gecreëerd. Met de horeca, een speluitgiftepunt en zelfs een heus buurtmuseum. We zijn in de Tuin van Noord in Leiden-Noord. Het is een park met veel gras in het hart van verschillende wijken in Leiden. En het is nu onontgonnen terrein, er gebeurt eigenlijk niks. En dit is de ideale plek om een ontmoetingshuis of een theehuis te realiseren, waar mensen naartoe kunnen voor een hapje en een drankje. Elkaar te ontmoeten, bij te praten en ook deze plek leent zich uitstekend om te picknicken natuurlijk. Ja, en hier aan tafel Vincent Kokke, projectleider van De Uitdaging. En Rien van der Velde, en hij is projectadviseur van Fonds 1818. Kijk, prachtig theehuis in een park. En het is heel duidelijk dat het geen commercieel doel dient. Dus het zal wel een probleem moeten oplossen. Kijk, de Tuin van Noord, dat wordt in de toekomst het groene hart van Leiden-Noord. En sinds een tijdje zijn er twee overkluizingen gerealiseerd. Dus de verbinding tussen het zuidelijk deel van Leiden-Noord en het noordelijk deel van Leiden-Noord is gerealiseerd. Dus mensen kunnen gebruik maken van het park met hele nieuwe functies. Recreëren, een waterspeelplaats, een avontuurlijke speeltuin, een skatebaan. Nou, en daar kan de ontmoeting, het ontmoetingspunt kan daar echt iets aan toevoegen. Om daar een fijne plek van te maken waar mensen kunnen recreëren, waar ze een balletje kunnen trappen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Mm-hmm. Een drankje kunnen drinken en kennis kunnen maken met elkaar. En wat is dan de overweging geweest om dit met Fonds 1818 te gaan doen en niet te zeggen van nou, we schrijven gewoon een prijsvraag uit of zo. En iemand die daar iets aan horeca wil beginnen, dat kan dan. Ja. Dus dat je het gewoon commercieel aanpakt. Nee, dat was ook aanvankelijk wel het idee om een commerciële uitbater die horecavoorziening op te laten zetten. Uit een onderzoek bleek dat er, om het maar zo te zeggen, conflicterende doelgroepen aanwezig waren. En toen hebben we gezegd van nou, wij denken het vanuit. Wie zei dat? Nou ja, er zijn natuurlijk in Leiden-Noord heel verschillende groepen. Hè, die gebruik zoals? Maken. Sorry? Noem ze eens op. Nou, we hebben natuurlijk de mensen met een lage beurs en de mensen in Nieuw-Leiden die een wat ruimere beurs hebben. En vanuit dat onderzoek kwam toch naar voren dat het dan wel moeilijk zou zijn om daar een echte commerciële horecafunctie neer te zetten. Het is dan of voor de een of voor de ander. Wij zeggen, we zijn er voor alle beurzen, mm-hmm. om het zo te zeggen. Ja, dus dat is de keuze geweest om op deze manier te doen. Nou, we hebben gezegd van als dat een knelpunt is om dat theehuis, ik u dat ontmoetingspunt te realiseren, dan willen wij vanuit de bewoners een poging wagen om in de vorm van een bewonersbedrijf dat neer te zetten. En met een geweldige steun van Fonds 1818 moet dat ook gaan lukken. Uh-huh. En waarom subsidieert 1818 dit? Ja. Ik moet het iets anders aanvliegen, denk ik. Okay. Het bestuur bij ons heeft in 2009 de wijsheid gehad om te bedenken van laten we eens een behoorlijke pot geld vrijmaken om een aantal projecten te ondersteunen in wijken, in steden waar best nog een slag gemaakt kan worden. En als je daar substantieel een groot bedrag voor beschikbaar stelt, dan kan je echt een waarneembare verandering doen. Wij als fonds kregen, we hebben een behoorlijke portemonnee, ik denk 10, 12 miljoen per jaar om naar allerlei projecten te versleutelen. Ik denk dat we iets van 1800 projecten per jaar ondersteunen.
En we hebben ook de vrijheid om een aantal projecten zelf mee te bedenken. En dat is onder andere de uitdaging. En wat is dan jullie, welke slag moet er dan wat jullie betreft gemaakt worden? Dat je bewoners, zo dicht mogelijk bij bewoners, bij hun dromen, bij hun idealen, probeert een verandering te maken om verantwoordelijkheid voor je eigen woon- en leefomgeving te nemen. En we hebben nu in de laatste 2 jaar een beetje terminologie als bewonersparticipatie, burgerinitiatieven. En ik denk, los van de terminologie die politiek bedacht is, dat dit project een van de voorlopers is, met onder andere het geld van Fonds 1818, om zo dicht mogelijk bij de dromen, maar ook de kracht van de mensen zelf, te kijken van wat kunnen ze zelf dragen, wat vinden ze zelf voor hun leefomgeving belangrijk. En daarmee is het fonds uiteindelijk ook aangeland in onder andere Leiden-Noord. Mm-hmm. En dat heeft geresulteerd in, voor wat wij als fonds vinden, een prachtig project waar wij al het vertrouwen in hebben. En het is nieuw dus dat het fonds in zoiets als dit aansteekt. Ja, we hebben, dit is de tweede tranche, laat ik het zo zeggen. De eerste hebben we uitgerold in Den Haag in Laak-Noord. En afgelopen december is er eigenlijk een beetje een vergelijkbare, ik zeg dan koek en sopitent, maar dan bedoel ik het niet negatief. Er is een paviljoen Kobus gerealiseerd. En dat wordt gedragen door de buurt. Het zit op een best spannend gebied. Laak-Noord heeft een naam. Aan de andere kant is de Binkhorst. Het beheer wordt gedaan door een coöperatie. Er is een praktijkschool bij betrokken die gewoon de hele catering doet. Er is een buurtinitiatief die het meedraagt. En ja, het is net begonnen, maar het heeft al een bepaalde vitaliteit. En het allerbelangrijkste is dat mensen zelf merken dat ze een kans kunnen pakken en daar ook een rol in kunnen hebben. En we hebben natuurlijk de afgelopen decennia een heleboel geld gehad in onze samenleving. En dat betekende op een gegeven moment dat er een heleboel afgeregelde organisaties waren die van boven naar beneden allerlei plannen bedachten. En dit heeft in zich, en ook in Leiden-Noord, om van onderaf mensen weer verantwoordelijk voor hun eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving te laten. Nou ja, Vincent Kokker, je bent die projectleider daarvan. Hoe heb je dat dan aangepakt om die burger in beweging te krijgen? Ja, nou, wij hebben vorig jaar onder andere een nieuwjaarskaart in de wijk uitgezet. En daar hebben we ongelooflijk veel positieve reacties op gekregen. En daar is uiteindelijk ook een deel van het bestuur wat we nu hebben, is daaruit voortgekomen. En dat komt niet allemaal uit Nieuw Leiden? Dat komt voor een deel ook uit Nieuw Leiden. De architectbureau Gaga heeft zich daardoor ook aan ons verbonden. En er zijn dus nog een aantal andere bewoners. En er is altijd een verbinding geweest met het zogenaamde voorzittersoverleg van Leiden-Noord. Dus het is een orgaan wat al vanaf 2002 een adviesrol heeft voor de gemeente. Die hebben zich ook daaraan verbonden. En die hebben dus ook zitting genomen in het bestuur. Maar dit klinkt allemaal nog heel zakelijk. En ja, het gaat toch om die burgers die gewoon zelf aan de slag gaan? Ja, dat is ook zo. En het hele participatiegebeuren, om het zo te zeggen, daar zijn we ook wel hard mee bezig. In de zin dat we in de komende periode, kijk, mensen willen ook op een gegeven moment duidelijk hebben wat gaat er nou gebeuren, hè? En er is een lange periode ook veel onduidelijkheid geweest van, zullen we het voor elkaar krijgen? En in de komende periode zullen mensen in Leiden-Noord en met name in dat gebied ook daaromheen zullen gaan merken dat we de uitdaging gaan omzetten in betrokkenheid van mensen uit de wijk. Ja, maar niet om het onderuit te halen, maar je zou denken dat als die mensen dat zelf willen, dan moet het vanuit hen zelf komen. En nu klinkt het toch een beetje van, wij bedenken dat. Wij bedenken dat daar zo'n plek is en dat het kan gebeuren en dat het goed is als ze samen wat gaan doen. Nee. En dat gaan wij realiseren. Nee. Kijk, een van de aspecten is dat we vorig jaar op de dag van het park, is er in eerste instantie is een idee neergelegd over hoe het in de toekomst zou kunnen worden. En dat heeft op die dag van het park in de Tuin van Noord geleid tot zo'n 80 reacties van mensen op dat eerste ontwerp.
En nou, dat is ook de basis uiteindelijk geworden voor verdere ontwikkeling van het plan. Dus ze hebben al mee kunnen denken ook over het ontwerp van het gebouw en van wat erin gaat komen. Ja. En het is ook zo dat natuurlijk het bestuur bestaat voor 90% op dit moment uit mensen uit de wijk. En die vullen dus ook de hele plan verder in. En daarnaast zijn wij aan het kijken van hoe kunnen we er ook voor zorg dragen dat allerlei verschillende groepen gebruik kunnen maken van het ontmoetingspunt. In de zin van, er komt een speluitleenpunt. We gaan daar natuurlijk horeca doen waar vrijwilligers ook een belangrijke rol in spelen. Ja, want hoe krijg je mensen daar? We hopen natuurlijk dat het een aantrekkelijk punt wordt. We hebben met de gemeente de afspraak dat we de omgeving gaan adopteren. En dat betekent dat we samen met vrijwilligers, maar ook met cliënten van Chemiva, de directe omgeving gaan beheren. Zodat dat toegankelijk is, dat het goed uitziet, aantrekkelijk eruit ziet. En dat we ook in die zin ook voor de horeca continuïteit kunnen bieden. Ja, want hoe hou je dit duurzaam? Wordt het uiteindelijk overgedragen aan dat bestuur? Fonds 1818 stopt er nu geld in als dat op is. Wat dan? Nou ja, de bedoeling is wel om het project de kans te geven om op een gegeven moment zoveel mogelijk de eigen broek op te houden. En vanuit het fonds hebben we wel gezegd van we investeren behoorlijk om een mooie locatie neer te zetten. Je noemde net de term duurzaamheid. We hebben er ook geld voor beschikbaar gesteld op duurzaamheid. Groene daken, goede milieuvoorzieningen, alles wat er een beetje bij hoort. Het moet zijn eigen mechaniek hebben. En voor het eerste mogelijke tweede jaar hebben we in ieder geval nog wat achtervang om wat betreft exploitatie dit project echt de kans te geven om een goede start te maken. En dat heeft het uiteindelijk ook wel nodig. En nogmaals, wat je ziet is eigenlijk met een heleboel vallen en opstaan, want dat is geen gelopen vanzelfsprekende race, dat een buurt, bewoners, instellingen, maar toch vooral bewoners, zelf in de stut te gaan en verantwoordelijkheid nemen. En dat zie je echt gebeuren. En gelijkertijd zie je alle organen daaromheen, en met name ook de Leidse overheid, en die is heel enthousiast over het project dat vooropgesteld, maar die zijn echt aan het zoeken naar hun rol. En die geven ook letterlijk aan van, bij een heleboel projecten in de afgelopen jaren hadden wij de regierol, die hebben we niet meer. We vinden het een goed project en we zijn echt aan het zoeken van waar we weer bij het project kunnen komen. En dat is een project, nee, dat is een proces wat zijn tijd nodig heeft. En ik denk dat het ook voor het fonds, maar ook voor de gemeente een hele goede leerschool is om gewoon te kijken van hoe dicht kan je bij burgers verantwoordelijkheid brengen zonder ze te overvragen. Dus het is een experiment? Ja, wat dat betreft wel. Vincent Kokker, wanneer is het geslaagd? Wanneer zeg je van ja, ik heb iets neergezet, dit is wat ik bedoelde? We hebben bijvoorbeeld een aanvraag bij het VSB ingediend. En toen hebben we, het fonds vroeg ook van welke resultaten gaan jullie nou bereiken? En die resultaten zitten aan de ene kant op het realiseren van een aantrekkelijk gebied, een aantrekkelijke voorziening. Maar we willen ook uitdrukkelijk ervoor zorg dragen dat mensen elkaar ontmoeten. Dat mensen ook meedoen met de horeca als vrijwilliger. Dat zij de drager zijn van de voorziening. En specifiek voor ons geldt dat we ook zeggen van ja, we willen ook voor de mensen met een beperking of een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook die willen we zien in te schakelen om de voorziening handen en voeten te geven. Oké. Wanneer gaat het open? We hopen voor de bouwvak de fundering, na de bouwvak de opbouw. En dan kunnen we 1 oktober open. Oké, dan hopen we op een mooi najaar. Vincent Kokker, Rien van der Velde, dank je wel.